ben al vanaf 4 uur vannacht wakker. Ik kon eigenlijk ook al niet meer slapen en van de pijn. Mooi. En dus dag 2 is een hele hap uit die bloemkool gegeten. Mm-hmm. Nou, dan ga ik dus hier staat mijn naam, geboortedatum en geslacht. Ben ik een vrouw? Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Zo goed vind ik het niet, maar kijk. Maar wij zijn Karin en Roderick. Roderick staat buiten, maar oké. Okay. Maar het is vandaag donderdag 16 november 2023. En het is nou net 2:05, zoals je kan zien hier op de klok achter mij. Maar ik ben niet echt heel erg blij, want ik ben al vanaf 4 uur vannacht wakker. Ik kon eigenlijk ook al niet meer slapen en van de pijn. En de hondjes moesten gewoon nog in principe uitgelaten worden. Dus dat zeg ik tegen Ro. Ik bel hem ook op tijd wakker. En ik zeg ook van joh, ik ben al vanaf 4 uur wakker van de pijn. En dan zegt hij, ja maar je doet niks, want je bent al vanaf 4 uur wakker. Hoe bedoel je, een steek in mijn rug? Dus, en hij wil eigenlijk ook niet mee in het ziekenhuis, maar hij gaat mee. Ik wil gewoon dat hij meegaat. Hij wil ook in principe niet eens bij mij zijn in verband omdat ik zoveel pijn heb. Maar maar om zo'n mes in mijn rug te steken van ja, maar je bent al vanaf 4 uur wakker, dus je doet niks. Dus ik had al lang al de hond uit kunnen laten. Hij is, luister, ik wil wel, maar lukt me niet. Dus ik heb nou net alleen eventjes de hondjes hier op het veldje gedaan. Omdat Ro het gewoon nou niet wil. Hé, hey, sorry. Weet je, dat doet me plezier. Dus dat is even dubbel op. Gewoon even steken in mijn rug en alles. Dus. Maar ik ga nu wel zo meteen de auto in. Samen met Ro. Ro die wil helemaal niet mee. Maar hij gaat mee. Want je bent eenmaal getrouwd en ik heb gewoon te veel pijn. En ik wil wel zelf rijden, dat wel. Maar het doet me gewoon even allemaal weer. Gewoon zoveel pijn. Dus ik ga er wel wat iets van maken van de vlog. Ik weet niet hoe, ik weet niet wat. En ja, jullie missen al een paar dagen een vlog om 2 uur. Ik weet het, maar ik heb geen energie momenteel om een vlog te maken. Het doet me gewoon te veel zeer. Het is gewoon te vermoeiend. Maar oké, ik ga er wel wat iets van maken vandaag. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik ga achter Roderick aanlopen, dat is leuk. Achter jou aanlopen. Want ik ben eventjes op mijn oude werkplek hier. Ja, mijn oude werkplek. Ja, zeker. Ik heb hier gewerkt. Even kijken of ze nog iemand zijn gaten heeft, hoor. Hey. Oh, goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed met jullie? Lekker. Met jou? Ja, ik heb je rustig deze week, maar voor afgelopen week is het druk geweest. Oké. Okay. Van de week heb je 2+1. Lekker. En wat doen jullie? Wat is dat dan? Ik film mezelf. Oh, vloggen. Ja. Ah, en willen jullie in de lekkerste sushi, dan moeten jullie even naar de Elandstraat in Den Haag gaan. En dan naar Lama toe. Ja. En daar krijg je namelijk in de lekkerste sushi. Echt wel. Waar zijn wij nu, schat? Waar zijn wij nu? De blauwe supermarkt. Ja, en hoe heet die blauwe supermarkt? Lida. Aldi dus, ja. Lida, ja hoor. Aldi. Het is ja, ik vind het prima met jou. Ja. Ja, precies dat. Nou, we gaan even lekker naar binnen. Even kijken. Ik heb wat gehaald bij een winkel. Dat was leuk. Schappig. En Rode staat nou te wachten. Kijk, staat hij. Hola. Ga mee. Gaat je mee? Hey. Hi.
Oh, leuke pannenzegel. Ja, straks. Ja. Dank je. Wat zit er allemaal in voor lekkers? Geen idee wat er allemaal in zit. Meer geen idee, allemaal. Nee. Geen eind doen. Ik kan me beter naar Duitsland gaan om daar boodschappen te doen. Ben je nog steeds goedkoper uit. Ja. Ben je echt nog... Varkensneeuw, weet ik het. Schnieuw. Varkensschnieuw. Een varkenshiel, oké. Okay. Varkenshiel. Hè? Ah, dat is fijn. Ja. Oké, okay, nou hier dus niks. Wat heb jij nou weer dan? Ik heb curry salade. Ja, die zat er alleen of zo? Sla, ja. Nou, is prima. Wat jij wil. Nou, wat is dit nou? Jij, en jij moet gewoon op de zuivel gaan staan, jij. Mevrouw Zuivel, wilt u wel heel gauw die kant op of zo? Dit is en dit is jouw afdeling niet. Dit is jouw afdeling niet. Nou, en nu weet zij en wie Laura is. En Laura die weet wie zij is nu. Dat is handig. Dat is super handig. Zo mooie tasjes trouwens. Hele mooie tasjes. Hij is leeg ook nog. Oh, leuk man. Dat is wel leuk. Het is grappig. Mag niet van mij. Ja. Hij is wel leuk. Ja, dat weet ik en dat ze leuk zijn. En jij bent ook leuk. Leuk. Zo, kijk, ik heb ze mooi even uit elkaar gezet. Man. Deze vind ik ook heel erg. Even kijken. Oh, een rode loopt alweer door. Nou, ben jij nou? Oh, eierkoekjes. Eierkoeken. Ja, fijn. Nee, ik ga achter mijn vent aan. Ja, succes. Ja, komt goed. Ja, ik wil. Hij staat al aan. Schat, kijk dan. Hier. Hier, pak hem dan. Film nou. Ja, dat vraag ik toch aan jou. Ga en ga buiten staan dan. Dat vraag ik toch aan jou. Ik kan het toch niet filmen. Tuurlijk wel. Ga je toch buiten even buiten staan. Ga dan die camera pakken. Ja, die heb ik al. Kijk, hier, mooi. Ja. Jij bent er? Ja. Dat ding. En dat ding daar. Kijk. Oeh, mooi. Oeh, wacht even. Hier, en hier ga ik eventjes voor uitstappen weer. Hij is heel gaaf. Kijk dan. Hij is heel bruut. Oeh, zo. Kijk dan, wat een bakbeest. De tandjes. Wat een bakbeest is dit zeg. De tandjes. Heel gaaf. Die bandjes ook. Een beetje naar rechts draaien. Waar zitten we nu, schat? Bij jou. Ja, vertel. Oh, wel. Ah, vertel, waarom? Om soep te eten. Ja. En om meneer hier te zien eten, apart. Ja. Zo. Hi, kind. Oh, goedemorgen. Focus op hem. Lekkere kind. Hij heeft een beetje magertjes. Denk, nou, dan koop... Hij heeft een beetje magertjes. Ja. Ik denk, ik koop een bloemkool. Dan wat, maakt het uit. En dat is exclusief voor meneer. Dus ik heb gisteren die in het mandje gezet. Vond hij niet leuk, dat hij uit de kooi gehaald werd. Bloemkool erbij. Oh, bloemkool. Hé, wat lekker.
Mm-hmm. Ze begon hij aan die groene blaadjes te knagen. Ja. En nu is het dag 2 en ze een hele hap uit die bloemkool gegeten. Mm-hmm. Dus is hij weer een beetje op gewicht. Ja, nou nog en nog niet helemaal, maar het begint wel weer te komen. Een beetje. En wat zijn we dus nog meer aan het doen? Je hebt een controle erbij. Nee, wat zijn we nog meer aan het doen? Je bent een vragenlijst aan het beantwoorden. Oké, okay, ja. Voor het ziekenhuis. Ja. Dat je weer op de lijst staat. Lijst, vertel. Ja, niet de lastige overlijst. Nee, maar lijst, vertel. Die lijst van het ziekenhuis voor de gruwelijke ingreep. Nou, wil je dan even een beetje kijken en laten zien wat ik allemaal ga invullen, een beetje? En, nee, daar invullen. Maar let wel op dat nu als je dit gaat doen, gewoon een beetje zo. Nou, dan ga ik dus, hier staat mijn naam, geboortedatum en geslacht. Ben ik een vrouw? Ben je geslacht? Nee, je leeft nog. Dus ik doe gewoon op ja. En dan, u ondergaat binnenkort een volle operatie aan de pijnlijke buikwand. Beide zijden, joh. Beide zijden. Oké, operatie. U ondergaat binnenkort de volgende operatie in de Haaglanden Medisch Centrum. Ja. Informatie en dan, juist. Ja. Dat denk je zelf. En dan op volgende. En dan gaan we kijken. Welkom bij de EPOS vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit meerdere hoofdstukken welke op de computer links in uw scherm staan. Deze hele waslijst. Nou, lekker dan. Bla 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 bla. Dus ja. Nou, dan gaan we eens mee verder. Ja, toch? Inderdaad. Ja. Correct. Oh, okay. Daar lig ik dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.